Macht is iets gevaarlijks. Hm. Dat geldt evengoed in grote bedrijven, met CEO's en zo, maar in politiek is dat nog extremer, want dat is per definitie machtsstructuur. En dat maakt dat democratie um, en heel ons systeem soms heel uh, lelijk kunnen zijn. Hm. Praat met elkaar. Uh -huh. Vertrouwen en dialoog. Te... Bereid zijn om er kennis van te nemen. Dat is geen doel, dat is een middel. Dat we op die manier meer dadelijkheid kunnen geven. En dat veel meer moeten pakken. Maar als het niet lukt, hebben we toch tenminste iets geleerd. Dat ons geluk niet afhankelijk is. Probeer gelukkig te zijn met jezelf. En een beetje meer mekaars psychiater mogen zijn. Hebben we eigenlijk fouten zijn daar gemaakt? Wat kunnen we daaruit leren? Ja, Ik ben zei... daarvoor. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discord met de Boys. We zitten hier vandaag met Wouter Verschelden. Goedemiddag. Meerdere functies, eh, voornamelijk politiek journalist, maar nu ook auteur. Eh, nee, al uh, vijf boeken geschreven, dat uh, wil ik constateren. Inderdaad. Eh, uh, auteur, uh, lesgever. Uh, ja. Dus een, ja. dat wist ik niet. Een man van parallel uh, Stiele, stielen. Welkom. Dank u. <laughs> Oké, okay, uh, voordat we starten doen we altijd een chingetje, Maar uh, we hebben vandaag een onthouder, maar dan moeten we meedoen met je water. Ja. Het, is, uh, het is spa. Ja. Dus uh, dat is. Uh, ja. tjing. <laughs> Nee, goed. Zoals altijd kunnen we daar zijn in wegen uitgaan en dat zullen we waarschijnlijk ook wel doen. Maar misschien om te starten, uh, ik denk iedereen die iets of wat uh, politiek volgt, heeft u wel eens een keertje zien passeren. Maar voor de mensen die daar uh, minder mee bezig uh, zijn, um, wat is een beetje um, uh, politiek journalist? Ja. Uh, dat is een te ba basale vraag. Uh, hoe bent je erin gerold misschien? Want je zit er nu toch al twintig jaar in? Twintig jaar, twintig? ja. ja. Um... Ik soms echt al oud worden. Dus Wat wagen. vind je? Uh, 44. Oh, dat is jong oud. Uh, 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 yeah. <laughs> maar <laughs> maar, um, maar bon, ja, als je zo zegt van ik heb zeven premiers ondertussen in mijn ja. carrière zien passeren, dat is al veel, dat is al een lijst. Maar je rekent wel mis mee. Dat is maar kort. Uh, ja, maar die was toch wel echt volwaardig premier. <laughs> hè, ik denk, ja, well. uh, wacht, hè, als ik nu even tel, toch zes maanden of zo. Dus, uh, <laughs> bon, um, <Ja. laughs> Hoe de vraag was hoe ik daarin gerold ben... Ja. Eigenlijk um, had ik geen journalistiek gestudeerd. Maar dat was wel een soort jongensdroom. En ik werkte in de haven van Antwerpen. Um, en er stond op een dag een uh, annonce, een soort aankondiging... ...in de standaard dat ze op zoek waren naar een politiek journalist. En toen dacht ik wel van... Ja, ik Als ik dat nu niet doe, ga ik me heel mijn leven afvragen... Mm. ...van had ik het gekund? Ja. Dus ik ga toch maar eens meedoen. Maar ik had eigenlijk een redelijk heftige sollicitatiebrief geschreven naar Peter Van der Meers, die toen hoofdracteur was. Um, Wat betekent dat, een heftige sollicitatiebrief? Ik zo... niet in detail treden, maar de... nee, nee. eigenlijk was de vraag van waarom ontslaat je niet die en die en die? <laughs> maar, want die krant is zo zuur. <laughs> okay. En achteraf moet ik toegeven dat de namen die ik geschreven had, dat dat echt heel fijne mensen waren, waar ik dan eigenlijk okay. wel close mee geworden ben. Dus dat was niet allemaal. Weten maar... zij dat dat, dat in die sollicitatiebrief stond? Of? Dat weet ik niet. Ik denk, Bij deze... Ik ben het uh, niet gaan vertellen. De, Peter van de fijne Meers, collega's. Dat weet ik ook niet. Maar Peter <laughs> maar, was wel heel charmeerd daardoor. Ja, en ja. Ik? Uh, ik had dan... Er was een examen van 400 man of zo. Dat was echt veel volk. Je moest dat zo schriftelijk doen. De standaard neemt dat heel serieus. Maar op het einde bleef ik dan over en had ik mijn gesprek ook met Van der Meers. En die stelde me alleen maar vragen over... Wat wilde jij aan die krant anders doen? En hoe zou je dit doen en dat doen? Mm -hmm. um, en dan ja, heb ik eigenlijk uh, die, die job... Um, ja, is dat, hebben ze mij die job gegeven? En zo ben ik erin ja, Oké. Okay. Oh. En, dan, en... Heb, dan heb ik wel, ja, om mijn verhaal af te maken, ben ik wel zeven jaar later, dan op het einde, nadat ik de standaard gedaan had, ben ik wel nog journalistiek gaan studeren. Want ja. ik dacht van misschien toch wel goed, als ik die stiel dan de rest van mijn leven wil doen. Ja. Dat ik toch iets meer um, okay. daar, ja, wat, wat body in heb zeg. maar, uh, maar je had het eigenlijk niet nodig om te starten. Wat op zich wel uh, mooi is, in zekere mate, dat je het ook van daaruit, puur vanuit passie, even erop hebt kunnen teren. Uiteindelijk misschien dan achteraf nog wel wat verder professionaliseren. Mm -hmm. uh, um, Oké, okay. en uiteindelijk vandaar dan Newsmonkey en Business AM op een bepaald moment uh, gestart. Ja, ja, ja. Waarom? Goh, dat is, dat is ook wel een. Hoe lang, een, 13, 15 jaar zoiets? Nee. Ik denk, dus ik heb zeven jaar de standaard gedaan, dan twee jaar hoofdredacteur van de Morgen. Dan heb ik even VRT een pano gedraaid en zo. En dan, hebben wij, dan zijn we begonnen met een in 2013, ja. denk ik. Eigenlijk omdat um, ondernemen wel kriebelde. Mm -hmm. En dat ik wel het gevoel had van. Um, goh, in Vlaanderen zijn er eigenlijk maar een paar echt mediabedrijven. Ja. Ik had er dan ook al bij twee, de twee grootste gewerkt. Um, en ik dacht, ja, allee, iets innoverend brengen of iets proberen te veranderen in een landschap dat heel vast zit, is wel een leuk idee. Ja. En ik zat eigenlijk op dat moment op dat spoor, uh, want die pano dat ik dan gemaakt heb, ging eigenlijk over de toekomst van de nieuwsbusiness. Ik heb er toen ook nog een boek zelfs over geschreven, Stop de Persen heette dat. En uh, op dat moment raakte ik dan in gesprek met Mick van Loon, die eigenlijk de hoofdredacteur was van HLN.be. En die wilde daar ook weggaan omdat hij het gevoel had van ik wil iets nieuws gaan doen. Maar dat was totaal eigenlijk uit mijn comfortzone. Omdat ik als politiek journalist geweest bij de Standaard en dan bij de Morgen hoofdracteur. Maar dat is ook gefocust voor een deel op politiek. En ik miste dat schrijven wel, maar hij wou iets heel populair doen online. En, mm -hmm. en dat was zijn pitch, Newsmonkey. Mm -hmm. En ik vond dat wel heel triggerend. Het was eigenlijk ooit geïnspireerd op BuzzFeed, uh, toen een groot fenomeen ja, ja. in de VS. Het uh, is dus eigenlijk een heel populaire site die focussen op viral, maar die ook wel uh, echt in, Inhoudelijk. in, in inhoudelijke journalistiek ja. investeren. Die mannen hebben zelfs Pulitzer gewonnen finaal, Pulitzerprijzen. Ja. Um, en dus was het idee van: ja, kom aan boord en, en doe jij meer zo de serieuze kant. En, en Mick, alhoewel Mick is ook wel eigenlijk een heel serieuze kerel, maar dat. dacht. Hij ging het, het volumeverhaal doen ja. en ik vond dat wel eens leuk om, uh, om, om volledig in, ja, in een, uit mijn comfortzone te gaan. In Vlaanderen delen we dat op in kwaliteitskranten en andere wat wat eigenlijk ja. ook eerlijk gezegd niet allemaal klopt. Hè. Ik, ja. ik, De kwaliteit van sommige kranten is... Nee, nee, maar ik bedoel dat gezegd. concept een kwaliteitskrant is iets typisch Vlaams, dat is een marketing pitch. Ja. Dat bestaat niet in... Uh, ik, letterlijk, hè, ik studeer in New York en um, ik, ik zei van ja, yeah, I work for one of the quality newspapers. <laughs> die gasten keken waar, waar waarom? Ja, het is, het waar is de claim van quality en bij de anderen dan zo gezegd niet? Ja. Dat bestaat, dat heet de tabloids of, of de ja, ja. penny press in Amerika, maar is het is ridicul dat je New York Times zegt niet over zichzelf, we zijn een quality newspaper. Nee, <laughs> dat, dus, dus dat was een, dat is echt een heel Vlaams fenomeen. Zelfs in Nederland kennen ze dat niet. Um, maar de opdeling is er natuurlijk wel, schrijf je voor een, een, een niche publiek of schrijf je voor een breed publiek. En dat was dan nog eerder een jongere publiek bij NewsMonkey. Ik vond dat heel uitdagend en ik heb er ook heel veel geleerd eigenlijk. En en mij in begin jaren echt geamuseerd. Ja. Maar bon, ondernemen is ook wel wakker liggen van hoe gaan we hier alles betalen? Ja. Hoe, 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 hoe houden we het hoofd boven water? En dat was wel de grootste uitdaging. Misschien, ja. voor we het verhaal afronden, ja? vind je inderdaad vandaag, omdat je nu een beetje spreekt over het pluralisme I guess, van, van media in België. We hebben nu zelf ook al met de meeste um, media gesproken. Um, we komen allemaal tot dezelfde conclusie, ook al zitten we er soms in of niet in, dat er eigenlijk inderdaad wel te weinig diversiteit is van, uh, ja, in onze media in zekere mate. Ja, geschreven, media, <laughs> dat is wel zo. heel evident, ja. Ja, oh, ja, ja maar iedereen vindt dat maar evident, maar dan zie je toch als je een alternatief probeert te bieden op die zaken, ja. dat het niet per se... Dat, dat blijkbaar mensen daar niet op zitten te wachten, want echt organisch groeien doet dat blijkbaar altijd toch maar tot op zekere hoogte ofzo. Oh, dat, ik weet niet of dat, dat laatste is, een, dat is geen vaststaand feit. Uh, okay. Maar je hebt natuurlijk de power van, van uh, schaal. Hè. Mm -hmm. als, je, als je met twee monopolisten zit, is het gewoon heel moeilijk om daar tegenop te gaan. Een van de grote dingen. Mm. Ja. Nee, nee, nee. Nee, een van de grote dingen die da, da, in die tien jaar dat ik nu als zelfstandig of als ondernemer in die, in die Vlaamse media zit, was eigenlijk altijd die uh, bipost-subsidies. Ja. Dus eigenlijk de subsidie om papieren kranten te gaan bussen. Het ging over meer dan 100 miljoen per jaar, alleen al aan Vlaamse kant. Hè. 220 op een gegeven moment is al een klein beetje afgebouwd, maar dat gaat dus over miljoenen euro's per jaar, die eigenlijk heel die markt verstoorden. Dat is finaal gelukkig nu afgeschaft, wat dat wel maakt dat je een, een gezonder landschap krijgt. Nu maken ze het niet bedeeld, natuurlijk. Nee, je hebt <laughs> foto's van, van bedelers die dan in al hun gazetten op straat gesmeten hebben ja. en zo. Ja, dat is ook allemaal niet fraai. Maar goed, dat is een, dat, dat is een, andere dat is een side story. Maar, de, maar de, de kern was en is wel natuurlijk dat als je als overheid toestaat dat een sector eigenlijk opgedeeld wordt in twee spelers nog, ja, dat je uiteraard het risico loopt dat dat helemaal vast zit die markt. Daar oh. moet niemand van verbaasd zijn. Mm. Dat geldt niet voor media, dat geldt voor alle sectoren dan. Dus daar is wel een, een gevaar en. Ja, de nieuwsindustrie, of de, de, de journalistiek eigenlijk... Oh, allee, we hebben wel wat tijd, hè, maar we hebben een uur, ja, maar, maar... Pas op, het gaat snel, hè. Ja, ik weet wel. Maar, maar ik geef er ook les over, natuurlijk, over die dingen. Um, eigenlijk, historisch gezien, draait de inkomst, het inkomstenmodel van kranten op drie dingen. Ja. Abonnementen, maar daarnaast uh, advertenties, ja. en een derde was eigenlijk zoekertjes. Die zoekertjes zijn het eerste dat door internet volledig verdwenen is. Er ja. is dus niemand die vandaag nog een auto koopt of een huis of iets anders via een gazette, ja. maar vroeger echt wel. Dus dat was een grote business die allemaal weggevallen is. Advertentie vandaag staat ook enorm onder druk, is voor een groot deel door Facebook en Google opgeslort. Ja, ja. En die abonnementen zijn eigenlijk geshift van een papier naar digitaal, wat dat toch, je ja, kosten worden enorm gedrukt, maar je kunt ook niet met dezelfde ja, volle prijs rekenen. Is, dus dat is logisch dat zo'n model onder druk staat. En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld klassieke industrie, staalindustrie of kolen of zo. Het mm. enige wat daar altijd gebeurd is als antwoord op we zitten in crisis, is we gaan naar schaalvergroting. Mm. We gaan een aantal kosten poelen, we gaan eigenlijk een aantal gazetten samensmijten en eendrukken rijden en dan dalen de gemeenschappelijke kosten en kunnen we ons, ja. ons hoofd boven water houden. Dat is logisch, mm. alleen heeft dat wel als gevolg dat je bijvoorbeeld, um, toen ik begon, had de standaard, denk ik, vier sportjournalisten minstens. En daarnaast nog heel veel freelancers, eigen sportredactie. Dat is volledig opgeslort door het nieuwsblad. Ja. Maar ook de sportredactie van Gezet van Antwerpen de facto is verdwenen. Ook die ja. van Belang van Limburg. Ja. En dus er zijn vandaag in Vlaanderen eigenlijk nog maar twee sportredacties die van het laatste nieuws zijn van het nieuwsblad. En dan nog Sporza, de okay. openbare omroep. En dat is gewoon super jammer. Hetzelfde met regionale verslaggeving: ziet je dat in heel veel gemeenteraden eigenlijk nog amper één of twee journalisten zijn, freelancers die dat dan volgen voor de twee krantengroepen. Maar dat is natuurlijk op termijn niet gezond voor de democratie, want er is ja, ja. geen echte controle meer. Ja, ja, ja. Ja. En, en ze hebben keihard macht, machten, dus uh, allee, als in nieuwsgeving, dat is gewoon, Als het inderdaad maar van twee spelers komt, en daar gaat het eigenlijk over. Van, ja, Dat is wat de mensen de perceptie van krijgen, hè, en als daar te weinig diversiteit is, ja, dan, dan, dan wordt het soms ook wel gevaarlijk ja. daarop. En, ja, wat <coughs> je kan um, het niet meer. Ik kan het erop houden, ja. Maar wat ja. dat gezegd zijnde, de. De business zelf in nieuws om een verdienmodel te vinden dat levensvatbaar is, is ook gewoon heel moeilijk. Dat, dat was ook inderdaad wat ik wil zeggen. Dat is zo complex, vind ik, met, met nieuws uh, of actua of uh, dergelijke genres. Dat, ...dat je in een heel complex businessmodel zit, vind ik. Hè? Want enerzijds heb je eigenlijk een soort van non-profit-missie kunnen stellen als journalistiek. Mm -hmm. um, maar pas op, ik pleit niet voor nog meer subsidies naar uh, media, zeker niet. Uh, in het deel misschien zelfs. Maar langs de andere kant, ja, moet je wel het als een commercieel bedrijf runnen... ...en dat heeft dus wel wat effecten. En dan kijk ik bijvoorbeeld, uh, mijn typische data, maar toch... ...HLN is echt wel de ja, excess entertainment Het hè. Oh, ja, je zoekt echt wel ja. meer en meer sensatie op. Want wij als mensen, wij vinden dat leuk. Je kunt er uh, niet rond en dat werkt blijkbaar. En dus dan vind ik wel dat die, 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 die scheidingslijn tussen journalistiek, onderzoek, onderzoeksjournalistiek, of echt wel dingen willen brengen, ja. soms heel, heel vaag wordt met wat brengen we nu nog puur ter sensatie of polarisatie zelf. Ja. En dat vind ik zo moeilijk aan heel die sector, die dan ook nog eens schaalgrote nodig heeft om eigenlijk te kunnen opereren, en per definitie gaat dat in een pancé uniek zitten met een aantal ja, zaken die gewoon niet gewenst zijn. Maar ja, wat is het alternatief? Ik, ik heb... Ik wil je niet pessimistisch maken, maar ik ga er nog een laag bovenop doen. laag bovenop doen. We zitten Doe nu in een tijdperk van, van uh, AI. Um, ja, dat ik, nog schrijven. ik weet niet in hoeverre dat jullie daar zelf al gebruik van maken, maar de, de kracht van die machines is ongelooflijk. Ja, is hè. Maar, dat maakt... maar je merkt het ja. ook gewoon. hè. Want ja. na een tijd, als je het zelf inderdaad wat kent, en dan zie je gewoon wat voor soort uh, vocabulaire of, of, of zinsbouw dat eigenlijk zo'n AI begint te gebruiken. En ik begin dat ook echt. Te herkennen in artikels en in webpagina's. En maar dat al die gaat er nog wel dingen, uit. Hoor. Hoor. Ja, dat is okay, het probleem. maar, maar dat, is het probleem. dat is de probleemstelling. Je ziet dat. Wel, het ik weet niet, eigenlijk al veel gebruik. Wordt, de vraag he? is: is dat een probleem? Um, dat wordt een probleem als je, je verslaggeving daardoor beïnvloed zou worden. Ja, ja, ja. Of als ge... Dat gaat wel zijn. Het is dus heel dan, moeilijk om dat dan, te controleren. Ja. En, en het is minstens een uitdaging, maar het is wel zo dat. De objectiviteit wordt ook een beetje in het gedrang. Ja, in principe zou je alles van AI ook moeten kunnen trainen en een bepaalde regels opleggen. De vraag ja. is: volgend, allee, dus het er, er is, er, er, is in ieder geval niet iets waar we een greep op hebben op dit moment, ja. maar het is wel iets dat ik zie. Uh, opnieuw, elke journalist die eigenlijk re aan reproductie doet, of eigenlijk niet aan ori ja. original reporting, dus dat je zelf bronnen hebt, dat je zelf dingen gaat verifiëren, ja, die is eigenlijk per definitie bedreigd. Ja, ja. Dus het, het... We zijn er al zo slecht in. <laughs> ja, maar bon, trek het open. Hè. Copywriting bijvoorbeeld voor reclamebureaus, is evengoed een sector. Zelfs schrijvers op zich. Mm. Uh, filmscenario's, al dat soort dingen. Dus we zitten echt op een soort kanteling. Um... Ja, er is ook nog niks van regelgeving. Hè. Dat, is, dat is het voornaamste ook. Hè. Dat copyrightgegeven dan ook. Hè, zo, hè. Dat is gigantisch. Ik ja. eigenlijk... Ja. Met Google hebben we daar twintig jaar over gedaan, vanuit de journalistiek, maar evengoed vanuit auteurs. Van krijgen we nu eh, nog een vergoeding als onze uh, content, alles wat wij gemaakt hebben, gewoon online beschikbaar is? Mm -hmm. Daar is dan finaal, heeft Google daar stappen in genomen. Maar nu zitten we next level, nee. op speed. Hè? Mm -hmm. Ook voor mij persoonlijk, ik werk nu met een soort abonnementenmodel, dus mensen kunnen inschrijven op mijn nieuwsbrief. Dagelijks krijgen ze dan. Een hele samenvatting, wat gebeurt er in de wedstrijd? Ja, dat... Het is over W610. Ja, dat is W610, ja. ja. Maar om mijn punt te maken, eigenlijk is die content van W610 iets waar mensen echt voor betalen. En zeggen, dat vind ik nu de moeite om ja, mij op te abonneren. Ja. Maar wat is mijn garantie dat dat niet allemaal ook gewoon opnieuw gerecycleerd wordt door ChatGPT. En, ja, ja, en dat die mannen ja. gewoon een samenvatting ja. maken die eigenlijk bijna even goed is als mij. Maar hè, dat... ergens, ergens vind ik dat ook oké. Okay, want we hebben natuurlijk ook zoiets bij patenten. Op een bepaald moment verlopen die ook. En dus in zekere ja. mate, dat, dat meer volumewerk of gescraped kan worden, is fijn. Ja. Maar inderdaad, vandaag is het een beetje het Wilde Westen. Hè? En daar vandaag, we is een, een... vandaag is er niks. Vandaag is er niks. Dus, dus dat is uh, ja. wat. Ik, ik wou je niet te nee, nee, pessimistisch nee, nee, maken. Nee nee, 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 nee. Maar dat is wel iets waar ik van denk. Als journalistiek. Zijn we nog de vorige gevechten aan het voeren ja, ja. en de volgende worden misschien nog veel straffer? Ja. Wat vind je eigenlijk een beetje van het concept burgerjournalistiek? Uh, in zekere mate, omdat we het nu over media hebben ja. en uh, we hebben het dan over rentabiliteit van media. En dan zitten we inderdaad terug op die, uh, die uh, monopoliewereld in zekere mate. Uh, maar dan heb je ook wel het heel hard gedemocratiseerd zijn van informatieverspreiding, ja. met de voor- en nadelen, uiteraard. Ja. Uh, maar daar zit je dan toch wel uh, andere tendensen en toch ook stil aan een verschuiving. Hè? Um, ik denk zelfs dat heel veel mensen vandaag een groot deel van hun informatie bijvoorbeeld vanuit TikTok halen. Waarschijnlijk zullen, zal Google niet per se vervangen worden, maar de manier waarop dat we zoeken vervangen worden door een soort van uh, ja, AI-bot uh, in plaats van dat we dingen zoeken. Ik denk dat stil aan mensen en mensen uh, dat wel meer en meer werk, uh, merken. Mm -hmm. um, dus mijn vraag is ja, inderdaad. Is eigenlijk het probleem dat we nu beschrijven van die media ook al deels opgelost, omdat er eigenlijk al zoveel alternatieven zijn, dat, dat, dat die hele wereld van hoe bereikt informatie mij, toch zichzelf fundamenteert. Of moeten we toch nog initiatieven ernaast zetten? En... Wel, er zijn twee dingen. Ik denk dat die evolutie van burgerjournalistiek, en eigenlijk kan je dat heel hard opentrekken, zelfs heel veel influencers doen dat voor een deel, hè? op hun manier informatie verspreiden. En dat... Ik had onlangs dat voorbeeld, ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben, in Cyprus is er... Um... Een van die TikTokkers, alleen social media fenomeen, die verkozen is. Ja, 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 die is. ja voilà. Ja, dus die kerel ja, ja. wil eigenlijk een soort aantonen van: hè, ik wil die bureaucratie blootleggen, ik wil in dat Europees parlement alle perks en alle voordelen van Europees parlementsleden gaan tonen. Um, maar onlangs zag ik een video dat hij in, uh, hij was als een van de zeven Europees parlementsleden mee op missie gegaan in Georgië om de verkiezingen te volgen. En als monitor, officiële monitor eigenlijk. Een verkiezing trouwens waar er heel veel fraude was, hè, waar die okay. pro-Russische partij eigenlijk gewonnen heeft. Um, en die kerel maakte daar een video over die ik toevallig te zien kreeg. En ik vond dat eigenlijk schitterend. Dat was mm. echt goed gedaan. Ja. Alleen laagdrempelig, maar mm. de manier waarop hij dat, dat allemaal vertelde was volgens mij. En die heeft dan honderdduizenden volgers, hè, ja. was gewoon super. Hè. Ja. En ik dus... heb er ook een filmpje van die passeren. Dus, nee. voilà. Het is weer een andere manier kort, van informeren. Wouter in de politiek en een TikTok-kanaal. Ja, maar iedereen moet dat doen. Want, ja, iedereen ja, we we hebben daar veel over gediscussieerd, en gelacht daar nu mee. Maar ja, ja. toen wij... Noosmonkey is eigenlijk, als bedrijf ontstaan, dat was heel jong, met een heel jonge ploeg. en hebben we ja. op een gegeven moment gezegd we aan de Business IM bijzetten. Dat was een veel serieuzer merk, business businessmerk. Um, maar uiteraard bleef die discussie over wat, op welke kanalen moeten wij aanwezig zijn en moet, ja, ja. moet ik ook aanwezig zijn als journalist, die bleef ja, ja. altijd doorlopen. Dus we hebben dat wel op een gegeven moment ook gevraagd: van ja, moet, moeten wij TikTok doen, politiek op TikTok en zo? Mm -hmm. Of zelfs YouTube? Um... Bij finale hebben we hebben het gedaan omdat dat te veel tijdsbesteding was en omdat mm. er ook geen verdienmodel in zat. Je kunt op TikTok van alles doen, maar je moet eigenlijk al heel groot zijn ja. om daar al je boterham ja, te kunnen Flandse verdienen Het landschap is al heel erg uh, me het, moeilijk met een aantal um, nee, nieuws. Ja. Maar politici doen het wel. Hè? Als je ziet hoe Jos Daze bijvoorbeeld ja, 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 ja. een deel van zijn populariteit ja, heeft opgebouwd, dat is gewoon puur op social media. Mm -hmm. ja. Um, Oké, okay, nee, en uh, misschien dan gaan we naar uh, het uh, eindigen van het verhaal bij, van, uh, van zelf bij media Nation zeg ja. maar. Hoe is, uh, hoe is dat verlopen? Dat vraag ik nu puur uit uh, persoonlijk interesse, je hebt daar een hele media-ratslag gebeurd. Uh, ja. Hoe was de realiteit? Uh, want het, het leek allemaal, uh, moet ik het zeggen, ja. zeer snel en zo zeer drastisch wat vragen creëert of zo. Maar was het in de realiteit? Ah, nee, in de realiteit was het veel trager. <laughs> ik bedoel, uh, ik, allez, om het verhaal rond te maken, is dus, uh, Newsmonkey begonnen, maar ik was ook daar eigenlijk nooit hoofdredacteur, hè, gewoon ja, ja. journalist, maar wel mee aan leider, mee in de raad van bestuur en mm -hmm. zo. Um, dan op een gegeven moment zijn we begonnen met Business M, hebben we hebben Newsweek gedaan. Um, Newsweek was eigenlijk op zich wel een succes. We hebben toen een sportpaleis gevuld met die uh, uh, Jouval Harari en zo. Ja. Toen kwam uh, corona. En hebben we echt, een deel van dat businessmodel was gebouwd op live events. Ja, en niet ja, live deel events deel met twintig man, maar ja, met, met ja. 5000 man ja, 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 en met heel ja. grote sprekers. Uh, we hebben die Esther Perel nog gehad. Uh, we, we hadden bijvoorbeeld toen Al Gore eigenlijk geboekt. Uh, maar bon, we konden niet doorgaan, want ja. er uh, waren geen events meer. Ja. Dus daar hebben we wel geweldig ons broek aan gescheurd toen. Uh, en dat was de eerste tegenslag. En goed ja, we hadden natuurlijk... Business M, of, of toen het bedrijf waar Business M en Newsmonk in zaten, had ons als originele aandeelhouders, de journalisten, en dan op een gegeven moment is Paul Gijsens daarin gestapt. Hij was natuurlijk iemand met veel... Uh, met deep pockets, eigenlijk, die ook ambitie kon brengen om, om dan echt te investeren. Op een gegeven moment zaten we met, denk ik, toch 70 man personeel. Hè? Ja. Um, maar goed, ja, dan krijg je eigenlijk de weerslag van die uh, tweede crisis, energiecrisis, uh, Rusland-Oekraïne-oorlog. Um, en in vastgoed begon het minder te gaan. En ja, Gijs is dat gewoon op een gegeven moment niet eigenlijk de middelen, denk ik, om de, de commitments ja. die gedaan waren om die te honoreren. Was lastig voor ons, omdat we die businessplannen niet konden volgen. Maar goed, je ja, ja. kunt niet. Ondernemen, ja, is, ondernemen is ook daar. Je ja, Kun, ja, kunt ja, mensen ja. moeilijk verwijten dat hij plots minder mogelijkheden had om. Nee, nee, Alleen moet prioriteit te ja. maken. Dat verstond ja. ik ook. Ja. Maar daardoor zaten we wel in een uh, heel moeilijk parket om eigenlijk plots. Ja, dat personeelsbestand af te bouwen, dat gaat over mensen. Hè? Dus dat is lastig als je je niet op tijd kunt betalen, dat was de realiteit. Toen. Ja, en nog eens, ik was niet de CEO, maar ik zat wel in de Raad van Bestuur. Ik voelde me zeker ook moreel verantwoordelijk. Ja. Dus ik ben als een van de laatsten gebleven. Ik denk, toen, wij, toen ik finaal doorgaan ben, werkten er nog, uh, nog vier journalisten, of vijf journalisten nee. van de 70. Ja, ja maar die niet, waren niet allemaal journalisten. Ja, dus dat is heel drastisch, hè? maar je ja, moet op zoek naar een model om te ja, zeggen: ja, ja. Oké, overleef het nu. Ja, ja, tuurlijk. Maar goed, ja, ja, dan heb je op een gegeven moment van ja, ik, ik, ik kan mijn eigen, ja, nee, hoe moet ik het zeggen? Ik moet op een gegeven moment ook wel verder. Ja, ja, want en de dus laatste. Ook in mentale energie, een effectieve energie uit u. De... Ja, Vandaar en ik dat had. Je soms ergens zelf een beetje in gevoel hebt. Hè? Wel, ik. de vraag is: wat wilt je echt doen in je leven? Wat ja. vind je belangrijk? En ik had eigenlijk na de morgen al voor mezelf gezegd: Ik wil de rest van mijn leven blijven schrijven en ja. wat ik echt graag doe is die journalistiek is met mensen babbelen is bronnen hebben is kunnen elke dag verslag doen van iets ja. en die politiek volgen ja. en um, door alles wat er gebeurde om dat bedrijf overeind te houden om te zorgen dat een boel min of meer oké okay was daar ja, dat was ik toch bij betrokken en dan werd op de duur gewoon echt ook te veel en ik heb gezegd van ja guys oh, allee, ja. we moeten daar een, een ergens een einde aan maken want dat ja. is niet houdbaar ja. en um, ja, dan ben ik opnieuw begonnen eigenlijk, en ja. W16 is daar nu ja. de, de creatie van. Maar eigenlijk is dat voor mij de, de bevrijding van, ja, ja. van al het andere, ja. om te kunnen doen wat Onafhankelijk ik Onafhankelijk echt... artiest nu eigenlijk, uh, ja. hè? als je het in zekere mate... Wat, hoe lang echt... ja. bestaat W16 nu? Maar ik kan misschien nog twee seconden inzoomen ah, ja. op het vorige. Ja. Um, en dat was... Uh, ah ja, puur ook vraag uit persoonlijke interesse, maar is uh, Paul Gijsers nu eigenlijk zelf ook echt geïnteresseerd in een alternatief media ding op te richten of is dat veel eer gekomen uit enthousiasme toen waarschijnlijk van u zelf eigenlijk dat te creëren en dat is dan moeilijker gegaan en nu zit hij er nog mee. Ik vraag nu, me daar oprecht. Ja, maar dat moet gaan Pol. Jij is een Maar ik <laughs> wil je werkt er waarschijnlijk toch wel. Wel, wat ik weet, nee, ja, um, en dat's, dat's dat is. Het is op zich een heel goede poging. Of dat zal lukken of niet, dat laat ik ja. snel in het midden. Maar om het ook wel een alternatief te bieden op de grote mediagroepen. Mm -hmm. En je weet, alternatieve media in Vlaanderen nu zijn, zult je altijd op beperktere schaal zijn. Als je iets van 15 of 20 miljoen kunt uitbouwen, moet je al zeer, zeer, zeer blij zijn. Um, dus... Maar is dat effectief de bedoeling? Dat wou ik vragen. Is het ja, ambitie, ik kan niet. Dat, dat, vandaag weet ik dat niet, hè, nee, nee. want we zijn we daarmee gestopt. Nee, nee het is, samen, we spreken maar, ook over een derde. Dus maar. Het model van, van iemand met die pockets die zegt: Ik ga een mediabedrijf backen. en ik ga dat eigenlijk op lange termijn proberen groot te maken. is niet nieuw. Hè. Dat is iets dat. Nee, in, 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 in de, de familie Leijzen zit ook in. Uh, Umicore en een aantal andere grote investeerders. KBC zijn ze volgens mij de grootste aandeelhouder bij hun familie. En zij hebben ooit historisch in de, in de standaard geïnvesteerd. En zo zijn ze uitgegroeid eigenlijk tot de referentieaandeelhouder referentie -aandeelhouder van, uh, ja, van Mediahuis. Geld zoekt media. familie van Tilo. Eigenlijk hetzelfde historisch. Um, maar even goed Jeff Bezos, nu in Washington Post, ja. uh, de Schoosbergers in, in Frankrijk, hebt een heel lange traditie van Dassault, de familie die eigenlijk de wapenindustrie doet, die ook kranten hebben. Dus ik denk dat Gijsens daar vergelijkbaar is met okay. an anderen. Um, en dat hij zeker die ambitie zat, ja, anders had hij het ook niet gedaan. Hè. Um, maar goed, ik denk dat je daar ook op een gegeven moment moet je de prioriteiten zetten. Dat is een beetje het verhaal dat hij met Antwerpen denk ik ook gebouwd heeft met een aantal successen, maar je ziet dat ze vandaag ook zoeken van, allez, hoe kunnen we dat, dat model sustainable maken? Ja, ja. Oh. Dus, um, dat lijkt mij... In... alleen maar dus toch wel met ambitie. Ja, nee, want je kunt in zo'n mezenaadsmodel... Uh, uh, maar dat aan... was het niet, hè. De, de... Ah, wel, maar nee, maar denk niks... je dan wel vanuit die pockets ja. en zijn er twee initiatiefredenen, ik zou het zo Maar, maar alles ja, maar. draait rond hoeveel Investeringen doet je en wat is je, je ramp-up, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Om naar break-even te gaan. Hè? Op welk punt? En, en die periode daartussen, waar dat je dan moet eigenlijk ja, eerst investeren. Ja, dat kost geld. En dan heb je ja. ofwel. Heel veel aandeelhouders nodig, ofwel een aantal die echt middelen hebben, ofwel één iemand hmm. die zegt, oké, okay, ik ga dat proberen, proberen die sprong te zetten. Ja, ja. Nee, nee, oké, okay. dat is interessant. Uh, ja, sorry, uh, WZS10. Ja, zeker, maar hoe lang zijn we daar nu? Uh, dus... Ja, ja een de... ja, maand of vijf, denk ik. Hè. Vijf. In, uh, vlak voor de verkiezingen zijn we begonnen, dus in juni, nee, ja. hoe lang is dat? Juni, juli, augustus? Ja, half jaar. En dat is dan, ja, misschien even kort voor de mensen die dat, dat niet helemaal kennen, ik zelf weet het ook niet helemaal, dat ja. is um, een, een soort van digitaal platform, nieuwsbrief. Eigenlijk is het een nieuwsbrief. nieuwsbrief waarbij dat ook, dat je eigenlijk ja. al je eigen geschreven tekst. Wouter is een kunnen. influencer, hij heeft zichzelf gemonetized via geschreven tekst. Ja. Ja, maar ik ben eigenlijk ik wel. Ik ga wel het laten zien. 20 jaar, jaar journalist. Het verschil met influencers is dat ik een perskaart heb. Ja. En dat er een soort deontologisch kader is ook van wat ja. dat je mag en niet. Wat dat, allee, ik, ik kan voor de Raad van Journalistiek gedaagd worden. Ik kan, ik kan, dus dat is wel, en dat vind ik wel belangrijk, um, om op die vraag van burgerjournalistiek verder te gaan, ook een deel. He. Ik ja. denk dat dat heel goed is, maar ik denk niet dat dat de journalistiek op zich zal vervangen. Omdat journalistiek. Is. Heb je een redactiestatuut bij de meeste redacties? Allee, eigenlijk bij allemaal. Wat je weet van, aan die regels moeten we ons oh, houden. Je hebt, een een bepaald kader, je hebt dat je kader. Gaat. En dat is wel van belang, omdat dat u uiteindelijk draait rond credibiliteit. Yeah. Ja. Ik bedoel, yes. je kunt. Iedereen kan op YouTube iets... Ja, uiteindelijk bewezen. een journalist is de bewaker van de democratie. En een de burgerjournalist al iets minder. Ja, nee, nee, ja, maar dat burgerjournalistiek in mijn ogen dat ook kan zijn en zelfs mag zijn. Eén sluit ja. het ander niet uit. is een hobbyproject versus werk, hè? letterlijk. Ja, maar het professionele hangt voor mij samen met het idee van... Want, want veel van die influencers zijn ook echt professionele mensen. Hè? Laat ons eerlijk zijn, die verdienen er een Verker, brood Dus dat is niet ja. de definitie. De definitie is voor mij... Heb je een structuur er rond? Zet je erkend bijvoorbeeld als beroepsjournalist? Ja. Uh, heb je een, een, uh, een soort. Ja, een onder, uh, bij, bij de start van je ding heb je een charter ondertekend. of een redactiestatuut. Dat was bijvoorbeeld bij de standaard wel echt van belang. En bij de VRT, mm -hmm. bij elke organisatie eigenlijk waar ik gewerkt heb ooit. En dat was een van de eerste dingen die we bij Newsmonkey ook wel opgericht hebben. Ook, by the way, onafhankelijkheid van elke aandeelhouder. Mm -hmm. Dus Gijs was dus wel investeerder. maar kon op geen enkel moment zeggen. je gaat dat of dat schrijven. Dat ja. was wel heel duidelijk. Dat is. En die opdeling lijkt me belangrijk, ook bijvoorbeeld naar adverteerders toe. Je kunt niet je laten beïnvloeden als beroepsjournalist door wat dat adverteerders op je platform zouden zeggen. Mm, ja. Dat zijn echt Chinese walls en dat moet je gescheiden houden. Ja. Het punt is gewoon, die nieuwsbrief, um, ben ik opnieuw eigenlijk gaan kijken naar de VS van wat zijn verdienmodellen, wat zijn uh, concepten die werken in, ja. de, in de huidige journalistiek. Um, want eigenlijk was mijn keuze na businessm van ik wil ik had bij Business M al een nieuwsbrief en dat was toen al heel hard in, in de gespecialiseerd maar W16 is nog meer echt van de pitches eigenlijk niet uh, zeiden wat geïnteresseerd in politiek volg maar maar zeiden ja. echt een politieke junkie zeiden ja, een nerd ja. die dat echt wil weten hoe dat het zit achter schermen ja. die verder gaat dan wat er Qua politiek bijvoorbeeld. Maar toch boeiend voor iedereen. Ja, ja nee? als, je, als je erin geïnteresseerd bent, boeiend Ook maar... als je er niet geïnteresseerd. Zou dat ja. eigenlijk een beetje moeten. Misschien wel, ja, maar, maar bijvoorbeeld ik, iets onnozel: er ja. staat daar uh, als um, op een kabinet. Uh, de kabinetten worden nu samengesteld, Vlaamse regering. Ja. In de nieuwsbrief staat er wie wordt de kabinetschef, wie wordt de woordvoerder. Ja. Dat zijn al info waar je echt al een deel aan iets aan hebt als je ja. in die wereld zit. Ja. Als u dat super interesseert en als je dat allemaal wilt volgen. Maar dat is een deel van de service eigenlijk. Die, ja, dat is een niche-product in de journalistiek. Mm -hmm. Daar kan ik niet flauw over doen. Dat is geen mainstream-product. Als je in het laatste nieuws mm -hmm. over politiek leest, is dat veel meer algemeen. Ja, ja. In de nieuwsbrief gaat dat veel meer nog over strategieën, over de, de, soms ja, de marketing erom of het personeel rond. Mm -hmm. um, en dus, dus de, het is op dagelijkse basis, maar het is natuurlijk ook een one-man-show, want er is ja. niemand anders dan ik die het doet. Ja. Ja. En je hebt helemaal opnieuw moeten opbouwen, je abonneebestand. Ja. Dat wel, dat je het niet kunt Niks, niks meekrijgen van, uh, van de Pol. Nee, ja. maar dat, zo werkt het niet. Hè. Maar ja. natuurlijk, wat ik... Uh, allee, meekrijgen... Ik, en ik, het, het netwerk op, natuurlijk, wel dat je kunt... Uh, voilà, het gaat het over uh, maar... mijn volgers die er op Twitter zitten, ja. of op, op Facebook, of andere dingen. Ja. Allee, je, je hebt al... Journalistiek is op dat vlak ook wel opgeschoven, dat een aantal van de journalisten hun eigen ja. merk bijna geworden zijn. ja. Hè. ja. Um, Influencers. Ja, ik, ik denk. Gelach. <laughs> nee, nee, maar. Influencers. Ja, noem het zoals dat je het wilt, maar, maar uh, dat, dat idee denk ik dat veel mensen al toen ik bij Business M. met die nieuwsbrief begon, daar zaten, omwille van wie dat ik was en wat dat ik deed, ja, ja, en, en, en die daarna misschien wel meegemigreerd zijn. Ik weet het niet, maar, maar ik kan het wel vermoeden. Dus, uh, ja. Oké. Okay, uh, ja, ja superinteressante En op zich, ik denk, uh, je job zelf en, en hoe dat je het uh, doet zeker ook wel. Uh, ik volg natuurlijk met een bepaalde hoogte. Maar misschien uh, open vraag. Allee, uh, en ook misschien wat meer algemeen. Um, er is een beeld van politiek, om het zo te zeggen. Ja. Um, er is de realiteit en dan is er de grijze zone die ja, de twee verbindt, waardoor je de echte realiteit hebt. Ja. Wij zijn vrij cynisch zeg maar, over soms um, hoe dat er altijd aan ja, toe gaat. En mijn vraag is, um, en je mocht er dus wel meer over uitweiden... ...maar hoe cynisch moet ik nu zijn? <laughs> uh, dus het is eigenlijk al een, al een negatieve vraag, maar dat, dat zegt eigenlijk iets. Uh, puur omdat wij uiteindelijk naïef genoeg zijn om te denken... ...dat uh, iedereen zou wel het beste willen, en et cetera, et cetera. Maar op het eind van de rit zie je toch dat eigenlijk heel die democratie... ...met haar mooie bureaucraatsysteem en al haar charters, om het ook zo te zeggen... ...en dit en dat, um, toch altijd denigreert... ...naar zeer menselijke relaties. Um, is dat ook uw constatatie? Of moet je toch wel concluderen dat, um, dat er toch echt nog wel veel gebeurt zoals je het zou willen? He, met democratie, het politiek systeem. Je hebt daar in theorie een beeld van. Of, of je kunt de bedoeling erachter voelen. Hoe vaak komt die echt tot zijn recht? Versus hoe vaak, ja, opnieuw wordt het gedenigreerd naar toch... ...menselijkheid die met elkaar werkt. En per definitie dus daarom ja, maar een boa systeem is. Het is niet zo'n gemakkelijke vraag. Nee, nee, maar het is ook niet zozeer een vraag. Ik gooi soms zeven. zo wat dingen naar boven. Maar het is wel een oprecht goed. Ja, ja, maar ik, ja. ik snap u helemaal. Uh, maar er zitten veel dingen in, hè, wat je zegt. Um, Pak hem een beetje uit wat je zelf leuk vindt. Wat dat, dat cynisme betreft. Um, <laughs> ik heb dat ooit al lachend gezegd en ook geschreven, denk ik, in een van de, van de toegangs. Uh, om, na die zeven jaar bij de Standaard, moest ik, dat, ik wou ook journalistiek gaan studeren. Um, hij moest dan een toegangsexamen doen en een van de SS die dan moest schrijven om binnen te raken, ging daarover. En mijn these was eigenlijk van, um, in de generatie journalisten voor mij, dus twintig jaar ouder nog, was alcoholisme vaak een probleem. Dat ze een fles drank in hun bureau hadden liggen om eigenlijk mm. de harde realiteit van en de journalistiek en de politiek aan te kunnen. In mijn generatie was dat eigenlijk een fles cynisme. Dat je opentrekt en waar je. Dat is een copingmechanisme. Dat is een manier om. Want cynisme is vaak ook geleerd met humor. En, ja. en in de wedstrijd zelf trouwens ook, hebben we ook wel gezien, veel, veel politici die zelf ook daar heel cynisch van worden, van alles. Ja. Alleen denk ik dat dat um, net een uitdaging is als mens, hè, voor u ook, ja. maar even goed voor mij als journalist, om daar niet in te vervallen. Ja. En toch te blijven geloven dat die politici of iedereen die in een machtsstructuur zit, dat die dat niet per se doen omwille van de macht, maar omdat ze toch iets willen veranderen aan de maatschappij voor het goede. Ja, dat maar ze... iedereen start met... Of, meestal zullen mm. wel starten met de juiste intentie. Daar ben ik het... Ben maar ik dat is een premisse die je, je, je wel je moet aanhouden, want... En dat werkt al makkelijk veel om cynisme te bestrijden. Natuurlijk, macht corrumpeert. En ja. dan bedoel ik niet zozeer letterlijk dat je omgekocht wordt, maar macht verandert mensen. Mm. En dat is wel een fenomeen dat ik heel vaak al gezien heb. Um, macht leidt tot ontsporing. Dus er zijn heel weinig mensen die, als je, zeker in een premier, is het extreem voorbeeld in België. Je komt in de 16, je krijgt een soort status die je daarvoor nooit gehad hebt als mens. Ja, ja. Je leeft een stuk in een bubbel. Je, je komt onder de grootte der aarde. Plots zit je in de White House en zit je bij Angela Merkel of bij, bij Emmanuel Macron. De volgende dag moet je dan in de kamer onnozele vragen beantwoorden. Allee, de, 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 dus je raakt een beetje los met je voeten van de grond. Ja, en, ik denk inderdaad, zeker met dat tempo. Dat die mensen hebben als premier, ja, mm -hmm. je bent gewoon volledig losgekoppeld van eigenlijk de normale gang van zaken van de wereld. Ja. Juist, en zeker als je als eigen staf dat nog voedt, ja. als die u niet corrigeren. Nee. Ja. En je dat wordt langrijk. een stuk geleefd, maar je hebt ook. Uh, ja, dus die, die ontsporing zit hem op, op veel dingen, hè? maar je ziet wel dat mensen. Um, Sommigen al meer dan anderen, maar dat het niet gegeven is dat je daarmee om kunt. Ja. Uh, en, allee, daarover, mijn nieuwe boeken, dus we nou toch promotie mogen maken, maar de, Absoluut, de val van ja. België gaat een stuk over de val van, van die politici. Ja. Die een beetje zoals Icarus klimmen en steeds verder klimmen. Allee, de evidente namen vandaag. Um, Con Rousseau kan je eigenlijk niet loszien van dat verhaal. Iemand die ontzettend snel omhoog geschoten is als mm -hmm. een komeet eigenlijk, die het heel goed doet ook voor zijn partij, maar dan op een gegeven moment echt wel ontspoort. Mm -hmm. Hij heeft dan natuurlijk, en dat is het mooie aan politiek, je hebt de, de climb, je hebt de... De top, en dan hebben je de foul, en dan kunnen je ook nog altijd de comeback doen. Ja. Um, maar iemand anders, die ook in dat boek zit, die ook wel hoog op, op die lijst van ontsporing staat, is Siam El Kawakibi. Mm -hmm. uh, waar je eigenlijk. een comeback veel moeilijker verloopt dan bij Connor, bijvoorbeeld. Ja, ik denk. Ja. Dat is een... Allee, of nee, want om een comeback te kunnen doen, moet je ja. ook aan, aan introspectie kunnen doen ja. en aan een soort. Uh... Ja, zelfkritiek van waar ben ik nu ontspoord of waar is het misgegaan en wat ga ik corrigeren. Ja, ja. Als je die redemptie niet toont, als je niet die, om die vergeving niet toont. mij gelooft zij wel dat ze dat toont, bijvoorbeeld. En het zal in het publiek ook misschien minder zijn. Ja, ja dat is ja, waar. Denk... Misschien wel maar, ja, wel, maar. Maar inderdaad, het effect is. Heel het moet, anders, moet geloofwaardig zijn ook. Ja, en het ja, is zodanig ja. alleen de ontsporing daar van iemand die, denk ik, uh, heel veel talent had en die op een gegeven moment heel veel kansen kreeg. maar... Geld is een ontsporing. Mm. Um, dat kan even goed gaan over uw gedrag op sociale media. Of drank is een andere ontsporing. Uh, seksualiteit. Eh, dat is ook zo'n taboe in wedstrijd. Maar mm. dat zijn wel dingen waar dat ik mensen aan heb zien ten onder gaan. Ja. En, en dus om terug te komen op uw punt. De macht is iets gevaarlijk. Mm. Dat geldt even goed in grote bedrijven. Met CEO's en zo. Maar in politiek is dat nog extremer. Want dat is per definitie machtsstructuur. En dat maakt dat democratie. Um, en heel ons systeem soms heel uh, lelijk kunnen zijn hm. en, en alleen die lelijkheid en dat is het enige wat ik daar nog over wil zeggen hm. democratie is eigenlijk uh, het slechtst mogelijke systeem alleen we hebben geen ander ja, ja. Een beter dat democratisch is een, systeem dat is en een het alternatief ja dat nee, weet ik niet dat weet ik niet nee sorry met democratische innovatie buiten we dat we outsourcen aan een paar vzw's die gesubsidieerd worden doen we daar niet echt iets mee dat leeft niet dat is een checklistprincipe geworden Willen we echt nog onze democratie verbeteren? Sterker nog, ik zou zelfs stellen dat uh, vroeger we was het een wel, doel, democratie. En nu is het echt een, een middel geworden dat we helemaal verkrachten. Uh, met een bepaald doel, maar leven we dat doel echt nog na? Je ziet dat er duizenden en één democratieën zijn, duizenden en één vormen, er zijn ja. heel veel verschillende systemen. En toch blijven wij maar vasthouden aan onze vorm van particratie. Heel simpel gezegd, we hebben al eens vaak gezegd: puur het systeem veranderen, heel kort. Um, in plaats van een politicus of partijen te stemmen, waarom niet op Hier thema stemmen? Ja. He? Dus een heel andere manier. Wie, wie stelt dit thema samen? Wat zijn de vragen? Helemaal eens dat dat fout is. Maar ik bedoel, dat is bijvoorbeeld een radicale verandering om nog steeds democratie, het ja. gevoel wat er leeft, ook te gaan meten en daar iets mee te doen. Zoiets radicaal, Ziet je daar in de komende 20, 30 jaar gebeuren? Ik denk het niet. Um, dus op dat niveau hebben we wel een beetje de hoop opgegeven. Dus ik vind dat we er nogal snel zeggen, we beginnen aan een beter systeem, dus zoeken we ook niet verder. Ik vind wel dat die opvolgstin eigenlijk onuitgesproken blijft. Maar je het mij wel met je voorbeeld, want het uh, <laughs> is redelijk extreem. De, de geschiedenis is natuurlijk wel al opgebouwd als je kijkt naar machtsstructuren rond mensen. Uh, bij de Romeinen hadden al die keizers, maar eigenlijk stammen hebben ook dorpsoudsten. Ja. en zo. Dus het menselijke menselijk aspect draait rond, of hiërarchie draait rond dat menselijk aspect. Okay. Dus als je ideeën zou laten primeren op mensen zit je denk ik in uitwerking al met een probleem, maar niet, misschien niet per se slecht. Ja. Ik, ik weet het niet. Wat dat, wat dat zeker klopt, is dat, dat het, het menselijke falen daarin, dat, dat een grote rol speelt, hè? wat mm. je zei ook, de, de interpersoonlijke relaties. Uh, klikt het tussen twee mensen in de regering of niet? Dat, dat is enorm bepalend. Hoe, dat, of hoe raar dat het ook is. La condition humaine, als je tussen twee mensen botst omdat ze elkaar iets niet gunnen, dat, dat kan heel kleinzerig zijn, maar dat kan het land echt heel veel kosten. Um, maar dan moeten we terug misschien naar onze AI. Hè. Op een gegeven moment zal dat misschien wel een oplossing zijn om dat te Semi. rationaliseren. Maar de vraag is... Ja, als je, je wilt nooit beslissingen outsourcen naar een machine. Eens. En nog eens, ik, ik denk wel dat we... Want het laatste boek nu ook... Hmm. Een aantal mensen in de wedstrijd, onder andere premier, waren er heel ontevreden over. Over uw boek? Ja. Um, slecht geschreven. Nou, <laughs> heel slecht geschreven. Maar, nee, maar goed geschreven, slecht gelezen. Maar dan denk ik wel van ja... Het is nee, het is goed dat we in de democratie leven en dat, dat in dat gesprek dat ik dan met hem daarover had, erkenden hij dat ook wel van ja, uh, je doet wat je wilt. Hè. Ik kan niet en, en, uh. dus ondanks het nee. feit, allee, dat, dat mag je toch voor mij dan, vanuit mijn perspectief niet onderschatten. Uh, ik kan mijn job echt niet doen in landen zoals Noord-Korea of nee, maar... Cuba. Of, mm. dat, dat, is, dat, is, dat is wel echt heel relevant dat, uh. dat, we, dat we die rol kunnen hebben van een kritische media en die burgerjournalistiek die je en zo. Ik denk dat we soms onderschatten in het Westen van welke luxe dat we daar mm. hebben. Mm. En dat we, dat, wat, ja. wat hij zegt, van, we, we spoelen dat weg. Ik weet dat niet of dat, of ja, maar dat zo negatief is. dat voor alles wat we wel kunnen tegenover de rest, is geen argument om niet meer te innoveren. Mm. Nee, nee, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en maar dat is dat dat ik ma misschien ma moet uiteraard. het echt het glas eerder half vol zien. In de zin van dat, bijvoorbeeld die burgerjournalistiek, de kracht van online. Hè? Want heel veel mensen zijn daar ook ja, over van: ja het, vroeger was het beter en zo. Ik ben het echt niet mee eens. De, de, de toegang die je hebt via online tot informatie, maar ook ja. de power die je hebt om vocaal te zijn of om dingen aan te kaarten, allee, ja. dat is wel echt een revolutie die wij... Dat is echt gedemocratiseerd. Denk ik, denk ik in onze, leef, allee, onze levenscyclus, ja. al hebben we gezien, dat enorm is toenomen. En je weet niet waar dat eindigt, maar het is wel... Alleen, kan dat Dat is, een, dat is, dat is weer een tweesnijdend zwaard. Hè. Dat kan in bijvoorbeeld de invloeding van verkiezingen ook een enorme rol spelen. Ja. Je ziet dat nu al, het is 100% zeker dat AI... Die de Amerikaanse verkiezing nu zal bepalen. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat over manieren van advertentie voeren, aan hoe kunnen we bepaalde kiezers triggeren. Ja, Je zo, ziet dat die Amerikaanse. Die Amerikaanse ja, ja nee, maar nee, veel verder dan dat. Data-analyse was eigenlijk Obama. Dat was 2012. En een stuk Facebook toen was een van de grote dingen. In 2016 ging het al veel meer over fake news en het verspreiden via allerlei chatbots. Russen hebben daar een enorme rol gespeeld toen, Hillary versus Trump. En je ziet vandaag, ja, 24, vermoed ik, dat AI de technologie zal zijn die onder de motorkap zit en die voor een deel in de campagne van ofwel Harris of well Trump zal bepalen wie wint. Omdat je echt volume kunt outputten, wil zeggen? Of ja, niet? omdat je, omdat je ja, bepaalde triggers kunt gaan spelen ja. om bijvoorbeeld zodanig je boodschap te micromanagen en te gaan targeten ja. van we weten dat die je kiezer op die manier moet beïnvloed worden, dus als we daar dat ja, soort ja. teksten naar sturen... Oh, ja. Ik ben geen specialist erin, nee, he, maar, nee, ja, maar het klinkt logisch. Um, ja. Oké, okay, en misschien uh, doorvragen door terug op, op die menselijke relaties. Um, ik zou ook stellen dat, dus, um, los van het feit dat dat soms moeilijk tot stand komt, wat, wat spijtig is, en dat ook wel heel veel van onze, um, hoe moet ik het zeggen, onze neutrale instellingen. Ideologisch gekleurd zijn. Mm -hmm. um, um, by accident of by design, daar uh, doe ik geen oordeel over. Ik denk zelfs eerder by accident, maar dat is uh, een heel ander statement. Um, voelt je ook dat dat toch wel van toepassing is? Dus mijn vraag is hier een beetje: um, functies, en dan heb ik het niet zozeer over politiek, maar eerder de ambtenarij, waar dat politiek uiteraard heel uh, kort op zit, dat die eigenlijk neutraal moeten zijn, die toch per ongeluk meer ideologisch ingevuld worden dan een democratie lief zou zijn? Maar ik denk dat je die per ongeluk mocht weglaten. Hè? Er is een, in België eigenlijk een soort clash tussen het Noord-Europees en het Zuid-Europees systeem. Ja. Um, historisch gezien zijn een groot deel van de ambtenaren in België eigenlijk politiek benoemd. Rechters voor een deel, uh, legertop sowieso, ja. maar eigenlijk ook de grote administraties. Dat was historisch altijd zo. En dat wordt wel een deel gezocht naar politiek evenwicht. En als je een bepaalde partij aan de macht hebt of een coalitie, dan zijn het meer die mensen die benoemd worden. En dan in die andere coalitie mm. zijn het alweer anderen. De Vlaamse administratie en een deel de geschiedenis van, die, van de Vlaamse regering in de jaren 80 ontstaan is. En alles wat daarbij hoort, was het idee dat we gaan ons meer op Nederlands model uh, oriënteren. In Nederland heb je eigenlijk geen kabinetten bijvoorbeeld rond ministers. Je hebt twee, drie medewerkers en de rest is allemaal administratie. Ja. Waardoor dat ministers ook voor veel meer eigenlijk uitvoeren wat administraties van beleid bedenken. Hm. Dus je hebt veel meer een cultuur van regenten, zoals dat heet. Een, een, ja, eigenlijk ambtenaren die voor een groot deel het maar land besturen. dat conservatiever bestuur dan niemand... Niet per se, maar wel uh, zakelijker. Hè. En, en dat gaat tot niveau van burgemeesters in Nederland die wel benoemd zijn, maar waar eigenlijk gemeentebesturen voor een heel groot deel gewoon ambtenaren zijn. Ja. En dus wij hebben een meer Latijnse cultuur van... Verkiezingen en, en anglo is dat ook. Hè. In Amerika verkiezen ze de sheriff en de rechters ook voor een deel. Hè. Mm. Dus um, ja, is het een beter als het Je ziet dat er dan in Vlaanderen een soort mix is ontstaan. Kleinere kabinetten dan federaal, maar toch nog altijd kabinetten. Uh, maar zeker federaal is de cultuur van kabinetten van 40, 50 man. En op het moment dat je um, niet meer aan de macht bent of die willen een andere carrière, zijn heel vaak gedetacheerd vanuit de ambtenarij. Dus dan gaan die gewoon terug en dan worden die administrateur-generaal of zo. Allee, het beste voorbeeld. Um, was er, ik heb de hele discussie over de gevangenissen nu. Ja. Uh, gevangenissen zijn overvol. Ja. Dat is eigenlijk een maatregel van, van Quickenborne in de vorige regering geweest: van, we gaan de volledige strafuitvoering doen. Dus alle ja. straffen onder de drie jaar werden nooit uitgevoerd. Dat ja, ja, ja. frustreerde heel veel mensen. Ik denk dat dat terecht aangevoeld was: van we moeten dat veranderen. Ja. Als je effectief veroordeeld wordt, moet je effectief in de cel. Dat was ja. wat er gezegd ja, werd. Dat is het effect. En heeft iedereen ja, ook gewaarschuwd. gevangenissen lopen over. Ja, ja, ja. Mensen moeten op de vloer slapen. Je zit voor 10.000 plaatsen, zit er zitten 12.000 mannen. Dus wat zegt nu de administrateur-generaal van het gevangeniswezen? We gaan naar een systeem van uh, quota. Als de gevangenissen vol zijn, ja, dan moet je thuis blijven ...en dan moet je wachten tot je je gevangenisstraf mocht komen doen. Maar we gaan ze eigenlijk niet meer uitvoeren. Dus je draait het, het beleid terug. Maar wie is die administrateur-generaal? Ja, dat is wel de vroegere kabinetchef van Quickenborne. Ja. Ja. Dus uh, je ziet dat dat op je zich... Dat klopt niet, hè? Nee. Dus dat, En dat, dat voelen mensen wel. Allee, dat voel ik, ik toch als journalist ook van de guys. Allee, en dat is een, een poging om die administratie eigenlijk niet meer politiek gekleurd te maken, die al loopt van, van in de jaren 2000 en de periode van Guy Verhofstadt, die daar toen een heel punt van maakte. Maar was vooral om eigenlijk te zeggen, we gaan ons ontdoen van de CVP-staat, waar, de, waar de decennia alleen CVP aan de macht had. Mm. Ze wilden dat neutraal maken, maar eigenlijk is dat mislukt. En zit je vandaag mm. nog altijd daar. Alle topbenoemingen moeten voor een deel verlopen via politiek, en dat is niet gezond. En is dat nu iets dat speelt, dat ze willen veranderen of gaan veranderen? Of is daar een plan ja. voor? Nee. nee. <laughs> ja. Je ja, oh, wel, voelt wel dat, da, dat da iedereen beseft van dat dat ooit eindigen. onhoudbaar is. Ja. Ja, maar de, tussen droom en daad staan dan altijd de goesting ja. van nog één keer. En we gaan, mm. we gaan, nu gaan wij dan toch nog eens onze mensen benoemen. En, en ja, de facto, het is niet alleen politiek. Hè. En heel veel dingen in dit land moeten ook geregeld worden in evenwicht tussen talen. Dus bijvoorbeeld, een van de legerafspraken of afspraken ja. bij defensie is eer dat moet een chef van het ja, ja. leger zijn die Nederlandstalig is, en de volgende is dan Fransstalig, ja. de volgende moet uit de luchtmacht, dan ja. moet er een uit de ja, ja. landmacht komen. En heel veel van die dingen in België, dat is een beetje onze cultuur, is wel van, we regelen het wel onder elkaar, en er zijn heel veel informele... Wat op zich oké okay is, hè? Ja, ja, zo zou ik, cult... veel... ik willen dat politiek vertrouwen heeft, waardoor dat de bevolking ook een deeltje zegt, doe je ding maar, zodat voilà. je weet dat ze er correct mee omgaan. Dus dat is een vraag van, van... Ja, bij ons is het meer, we, we regelen dingen onder elkaar, en zo houd je de boel... ...tevreden. In, ja, die Nederlandse cultuur is veel brutaler. Van, het moet allemaal correct zijn en je moet de meritocratie moet overheersen. Maar waardoor dat je niet per se aan beter bestuur komt. Alhoewel, als je kijkt naar hoe zij hun staat organiseren en wij... Bij ons kost het gewoon veel duurder. De Belgische belastingbetaler ja, ja. wordt veel meer belast voor ongeveer ja, ja. dezelfde services. Dus. Ja, en dat is nog een heel uh, ander debat, maar ja. eens. Hè. Laten we ja. pleiten voor wat meer kerntaken. Ja. Maar da daar gaan we nu niet lastig vallen. Alhoewel, we kunnen dat doen, maar misschien het <laughs> beter. Misschien ja. uh, nog een opvolgvraag. Tim uh, ben je kwijt. Wacht Dat het, het was wel een oké okay vraag, denk ik. Maar <laughs> ik ben zo oprecht kwijt. Ja, ik wou eigenlijk misschien wat meer inzoomen op het... Uh... Op het boek, hè, want het is toch een beetje een unicum de, dat je daar geschreven hebt. Iets, iets van ja, behind the scenes, achtig, zal ik het benoemen. Zoveel ja. zaken zijn er niet om, 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 of, of, of echt werken rond. Mm -hmm. dus, uh, het was een werk van lange adem, denk ik, Want je hebt er al vier jaar aan geschreven. Ja. Hoe kun je dat eigenlijk? Want op vier jaar tijd zijn er zoveel dingen dat toch. Zoiets is eigenlijk toch nooit af, zal ik zeggen. Dus nee, nee. Hoe maak je eigenlijk een beslissing dat daar van oké okay, ja. Nu moet ik er iets mee uitkomen. Want, per ja, regering. Ik gaan ook wachten ja. op dat, dat er nog moet, bijkomen, of dat nee, moet er nee, bijkomen. Nee, maar je hebt wel gelijk. Want de regering. Ja, ik had voor mezelf wel gezegd, het verhaal stopt de nacht van de verkiezingen. Ja. Ah, ja, ja. Um, ja. En het begint gewoon de dag dat hij de eet aflegt, of dat ze de eet afleggen op Paleis, ja, 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 voor Vivaldi. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, boek daarvoor, de Doodgravers van België ging eigenlijk over de regeringsonderhandelingen. En dat was ook begint bij de verkiezingen en eindigt eigenlijk de, bij de, de. Dat ze de. Een regering vormen. Mm. Dus het was mooi wel de opvolger ja. daarvan chronologisch. Maar je vraag is wel terecht van op vier jaar verzamel je veel, maar het is wel een vraag. Allee, het is niet zo dat ik dan uh, op dat moment dat iets gebeurt of dat je nieuws te weten komt, mm -hmm. ofzo, dat je dan zegt van ja uh, dit ga ik nu noteren om ooit in die boek te zetten. Nee, ja. dus, dus achteraf een, een soort verhaal in hindsight. Mm -hmm. Wat dat um, puur vanuit een. een, 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 een allez, je verhaalstructuur zit zo in één, dat je een, een verhaal vertelt en dat je het op het einde vertelt van zo is het nu ongeveer gebeurd. Ja. Maar uiteraard is dat al een distortie van, van de werkelijkheid. Mm -hmm. ja, dus... ja, want hoe, hoe objectief kunnen we dat schrijven? Niet. Nee, toch? Hè? Nee, Allee, dat ja. is onmogelijk. Om, alleen al omdat het, uw bronnen zijn eigenlijk niet, per definitie ja. niet objectief. Die, nee, die zo willen zo. hun eigen verhaal vertellen en met ja. hun eigen daar misschien beter uit laten komen. Ja. Um, want dus, ook, ook daar, ja. hè, want je, je zat gisteren in Gert dan, of bij Gert? <laughs> en in, in Gert is inderdaad wel fout. Uh, bij Gert. Um, en daar wordt die vraag ook gesteld: van inderdaad, eh, dat zijn dan mensen dat toch echt achter de schermen, soms heel intieme gesprekken, mm -hmm. eh, uh, waar, waar dat jij dan over schrijft. Dus eigenlijk in, in een soort van vertrouwen een gesprek is gevoerd of tegen u is gezegd. Is daar dan zo. Een, een, een risico voor u in, 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 in termen van de deontologie van journalist om, om bepaalde zaken te benoemen of niet? Ja, Deontologie, denk daar... ik niet in de zin van dat je probeert dat in eigen geweten te doen, maar ja. er zit ook wel een disclaimer in. Er zit een pagina in het boek over methodologie waar ik letterlijk ook wel uitleg van eigenlijk. Is dit een beschrijving zoals de, de grot van Plato? Het enige wat we eigenlijk zien zijn de schaduwen. We ja. horen ze fluisteren. Maar je kan nooit ja, nee, echt nee. weten: Je zat ja. er niet mee aan tafel. Ik, ik, ik zat niet mee op de kerk. Nee, 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 maar ik wil maar zeggen: en als, dat... als dan, hè, die mensen dan wel aan die tafel zaten, het gesprek voeren met u, verwachten ze. Want ze weten dat ze met een journalist bezig zijn. Dus ja. eigenlijk per definitie: is dat dan voor u een vrijkaart van: jij weet. Dat je tegen de journalisten. Dus ik ga ervan uit: alles wat dat je tegen mij zegt. Nee. Denk ik op een of andere manier misschien publiceren, of niet. Ja, dat is ook een beetje access journalism. Het nee? moet ja, een beetje redelijk zijn om die corps voilà. te en, en natuurlijk, wat je zelf zegt, het is iets dat je maar kan doen achteraf. Dus ja. je kunt niet een Vivaldi boek schrijven. Er is wel een bewuste keuze, bijvoorbeeld om die boek niet voor de verkiezingen uit te brengen. Ja. Want dan zit ja, dan je dan in een, een heel ander beïnvloeden spel. En, voilà. ja, ja, en daar waar ik nu ook wel echt niet, ook omdat het. Misschien soms net wel. Hè? Ik, snap, ik snap het idee van het niet te doen ter degelijkheid. Maar misschien moet dat soms net wel dingen beïnvloeden. Hè? Ja, maar dan moet het objectiever zijn. Ja, maar voor mij kon dat niet omdat het verhaal gewoon niet af was. Nee, nee. En dat verhaal is af op het moment dat die ja. verkiezingen er komen en dan valt het doek en dan nee, kunnen je ja, zeggen, ja. dat kunnen ook is het wel. Uh, dat bedoel ik met in hindsight, je weet uiteraard na 9 juni wie zijn hier de verliezers en wie zijn de winnaars. Ja. En je schrijft uiteraard ook altijd een deel je verhaal op ten opzichte van die win, de winst of verlies. Mm -hmm. Dus je kunt het verhaal van de VLD niet helemaal vertellen als je niet weet. Ze hebben achteraf geweldig slaag gehad. Ja. Um, hmm. Dan, allee, ja, ja. dat is een post-factum redenering, hè? maar welke fouten heb je gemaakt die leiden tot ja. die val? Ja, dat, dat is, dat is en... iets wat dat niet op voorhand kan gezegd zijn. Misschien, misschien een ander vraagje, maar uh, nog steeds uiteraard aan gerelateerd. Hoe, hoe zou je momenteel eigenlijk, zeg maar, het uh, narratief en beslissingsnemingsprocedures. Beoordelen dat eigenlijk voor het publiek ter beschikking komt, ergo de typische acte, als het zo wordt, of traditioneel actueel, versus wat zich in de realiteit afspeelt. Een groot probleem dat ik heb, maar dat is niemand schuldig guess, maar is een regering in lopende zaken wordt precies niet beoordeeld. Terwijl er eigenlijk nog steeds, keivel goed of slecht of gemiddeld kan verlopen. Er zijn nog steeds thema's die vandaag behandeld worden, weliswaar met andere. Etcetera, etcetera. Maar nog steeds zijn er nieuwswaardige zaken die vandaag de dag gebeuren. Maar op de een of andere manier blijven we er altijd af. En nu zijn we weer over die nieuwe regeringsmedia bezig. Voordat je dan ook zo concepten gelijk Gent, uh, wat dan heel sensationeel is. Oh, dat is plezant. Mm. Uh, maar misschien gebeuren er ondertussen zoveel werkelijk interessantere zaken mm. voor onze politiek. Of beslissingen die genomen worden. Of, weet ik het, voor de democratie zelf. En die worden totaal niet belicht. Of gewoon zaken die voorkomen, opnieuw, uh, weet oh, ik het, dat, dat, die... Dan vallen we helemaal in dat sensatiegegeven van de klassiekers. En je tegenbeweging van deze stilhonderds. Het hebt een soort een punt, van correctheid je hebt en een, punt, en een nee, prioriteitenzetting. Die uh, toch maar dat komt. is gewoon heel moeilijk, omdat... Ik, ga, ik zeg dat altijd als boetade, maar ik ga ervan uit dat 95 procent van wat er gebeurt in politiek, dat ik daar niets van weet. Mm -hmm, en er zijn veel dingen, lastige beslissingen, die of of uh, ja, ingrepen waarbij dat ze zeggen van we gaan dit toch anders doen. Meetings op kabinetten. Um, waar, waar men bewust van probeert om dat niet naar buiten te laten komen. Ja. En dat is ook een manier hoe je aan beleid kan doen. Hè. Als alles op straat zou liggen, is het ook heel moeilijk. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar, dus het klopt dat er... En aan de andere kant, het politiek, het media-beest moet ook gevoed worden. Dus het is heel vaak zo dat nieuws naar voren geschoven wordt vanuit kabinetten die een persbericht ja. voorbereiden, zeggen van: dit is nu het ding. Um, en, 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 en dat dat soms iets heel kleins is. is propaganda, hè? Als dat gewoon ja, grotendeels wordt ja. overgenomen, dat is een zwaar woord, maar dat zegt iets over de intentie, et cetera. Ja, ik herinner mij, maar, het me, maar dat, is, dat is een mooie. Propaganda petitie. Op een gegeven moment zat er, zat er een. <laughs> Zat er in de Vivaldi-periode, ik weet nog niet precies wanneer, maar zat er een, was er een plan geschreven, van meer dan 100 pagina's, met allerlei maatregelen over de fiscale hervorming, waar dat van alles in zat. En ook, maar dat was eigenlijk meer en ook van hoe gaan we besparen, wat gaan we doen. Een van de maatregelen die daarin zat, was. we zouden de snelheidsbeperking kunnen invoeren op de autostrade naar 100 km per uur. Wat dat eigenlijk. Als je... in de fiscale. Ja, ik weet niet meer in wat dat zat, maar het zat in een plan van meer dan 100 pagina's, en volgens mij zat die fiscale hervorming daar ook bij. Ja. Maar dus dat gaat over dus miljarden transfers, ja. over eigenlijk de, de essentie van ons financieel stelsel. Ja. Ja, ja. En daar zit dan één ding in van 100 ja. km per uur. Waar springt de media op en waar gaan ze twee dagen op door? Ja. 100 km per uur op de Zuid-Australië. Ja, ja. Maar dat is ook wel. Ge... Ja, dat is testbaar, hè? Ja, en dat is, dat is eigenlijk de, de eeuwige spanning in de journalistiek, is nice to know versus need to know. Wat willen we weten als mens? Wat triggert er ons? En wat zouden we moeten volgen? En dat laatste is soms veel saaier. Laat mij toe om misschien promotie te maken voor WZC. Is dat dan een beetje een antigif daarop? Dat jij dan eigenlijk in plaats van die 100 per uur gaat uitlichten, die 99 andere maatregelen, meer iets over gas krijgt? Ja, maar dat is te veel eer voor mij. Want bij mij gaat het ook wel over de juicy stuff. En gaat het ook wel over... Wie heeft er met wie ruzie gemaakt? Ja, en en, ja, ja, ja. en Gent, bijvoorbeeld, was een van de verhalen waar, waar mijn lezers dagelijks van konden smullen. Van wie heeft er miserie ja, maar mag, met wie? Dus de, dat menselijke is een, is een groot deel ervan. Maar ja, om op je vraag te antwoorden, hetgeen wat aan mij meest boeit als journalist is de begroting, een budget. Ja, ja, ja. Terwijl het af voor de meeste gaat zetten, echt. Dat is de prioriteit ook. Hoor. Ja, maar de waarheid is dat daar bijvoorbeeld in heel de Vlaamse journalistiek misschien. 15 journalisten mee bezig zijn, het ja. maximum. Ja. En dat gaat over ons household. dat gaat over onze centen, ja, over, over het finale, dat gaat over de vind het Enkel ideologie waarmaken door economie. Voilà, dus, uh... en, en dus dat is ja. Maar ik geloof wel in de yin en de yang, en dat geldt even goed voor jullie. Hè. Je kunt de meest fantastische gast hebben mm. uh, die heel interessante inhoudelijke dingen komt vertellen, maar als die mensen het niet verkocht krijgt, was ze niet verteld. Nee, nee, krijgt, nee, ja, ja, dat is zo dat de wereld dat, werkt een beetje. Hè. Dat, is dat is zo oud als, als communicatie zelf. Uh. Is van, je hebt mensen aan een kampvuur die een fantastisch verhaal kunnen vertellen. En, en uit, uiteraard v, mm. is daar ook de deontologie of de, de geloofwaardigheidsvraag, speelt daar even goed al. Hè. Maar het enige probleem dat ik daar dus heb, is echt dat specifieke actua ja. niche ding terwijl uh, dat heel mainstream is. Dat zou toch iets meer rekening moeten houden met wat een mens niet altijd per se wilt lezen, maar hem eigenlijk zou moeten lezen. Je moet, en, uh, jij moet op een redactie gaan werken. Uh, nee, <laughs> ik ga daar niet aanvaard worden. <laughs> nee. We nee. gaan ze niks meer verdienen. <lacht> <lacht> uh, plus ik uh, ben ook niet helder, alleen over in uh, nee. verwoording van uh, zaken. Misschien uh, wat ik daar nog wel. Ja, Doe we, uh, uh, Want uh, de, waar kunnen dan mensen letterlijk wel die 99 gander? punten terugvinden ja, in de source documenten hè <laughs> In, uh, het ja, in het Staatsblad bijvoorbeeld Ja, in Staatsblad staat er heel ja. veel. Maar ja, hoeveel is, mensen... Er is geen, eigenlijk geen enkele journalistiek gegeven dat dan daar eigenlijk iets gaat rond, proactief. Jawel, er zijn wel journalisten die uh, bezighouden met ja. in het Staatsblad te kijken, wat staat er allemaal in en wat hebben we gemist ja. en zo. Dan, 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 dan komt er ergens... Ja, dat is te weinig. Ga niet verhalen. ...een column ja. uit of zo. Nee, en, en allee, credits toe, bijvoorbeeld de Collega's van de Tijd, maar ja. die, dat is wel een krant. Maar natuurlijk, die doen dat ook vanuit een pitch naar hun lezers toe van, wij volgen dit voor u omdat dit relevant kan zijn. En meet ook meer en meer over, um. maar, maar nee, nee, inderdaad. Ja. Uh, misschien een um, klein beetje anders, maar ook omdat je de, de persoon achter de politieker iets meer kent. Ja. Een soort van <coughs> opvatting dat ik heb, en die kan fout of juist zijn. Uh, maar is wel uh, democratie, structuur, regering, vormen, oké. Okay. Maar dat we weinig visie hebben te koeren in onze regering. Hey, ik vind als je zo managerial en entrepreneurial als dat een soort van as is waarop dat je eigenlijk hè, de dingen moet enten, ja. dan vind ik toch dat we heel hard in die managerial zitten en altijd zo dat hey, er is precies altijd weinig visie. Ik weet ook wel de Vlaamse regering mooie visieteksten geschreven en eh, een ja. akkoord et cetera. Dat is, is kei um, maar dat leeft zo niet echt. Um, dat is misschien ook een beetje onze cultuur te koer, hè, waar dat we iets uh, of wat te soft soms zijn om uh, iets te zeggen over Vlaanderen of België, uh, dat positief is en waar we het cynisme eens achterwege laten. Maar ik heb wel het gevoel zo, dat leiderschap, in zekere mate, zo'n regering waar je nu zo eens naar uitkijkt, of keihard tegen bent, maar zo vanuit, ja ik weet niet, iemand die het dan vastpakt, en nu pleit ik wel eens voor een persoonlijke cultus, uh, hebben we precies weinig. Je um, hebt al een aantal goede politici, hè, en, uh, die zeker wel dat trekkersfiguur hebben, maar ik heb zo niet het gevoel dat we zo allemaal zoiets een gezamenlijk doel neerleggen. Iedereen is precies even ongelukkig over de zaken. <laughs> en daar hebben we dan wel gemeenschappelijk, maar... Maar ja, maar dat heet een coalitieregering. <laughs> ik Bedoel... weet dat niet. Zijn <laughs> alle landen zo? Dat, dat, ik, ik sluit dat uit. Ik denk, ik denk niet dat dat Nee, goed. ik denk dat als Donald Trump wint, dat, dat dat uitgesproken is in een bepaalde ja. richting. En dat... Maar dat is... Ja... Het is ook weer een moeilijke vraag. Willen we dan dat dat anders wordt? Ik zie dat bijvoorbeeld in de steden heb je dat wel. Hè? En heb je meer, omdat nu ook wel gemeenteraadsverkiezingen waren, een burgemeester kan wel een veel uitgesproken rol spelen daarin en een visie op een stad leggen, of niet. En dat zie je ook bij de verkiezingen die gepasseerd is, wie heeft dat met succes kunnen doen. En die winnen verkiezingen. Voor of tegen Bart de Wever, maar hij heeft een uitgesproken visie gelegd in Antwerpen. En je ziet ja. dat dan de resultaten zijn. dat is een van de betere politici. Ja, kijk, de maar kijk naar Bart Tommelijn in Oostende. Was ook wel uh, op zijn manier een populair politicus, ex-minister die dan burgemeester wordt, is geweldig afgestraft. Ja. Was dat een goede burgemeester of niet? Ik kan het niet zeggen, want ik woon niet in Oostende. Maar van op afstand is wel duidelijk dat daar een duidelijke nee is van de bevolking. Hmm. En, en dus dat we hebben dat wel, alleen is dat het verschil vaak dat je... in te micro Ja, nee, dat in die steden, dat die coalities meer uitgesproken of simpeler zijn, met misschien twee partners maar, het ja. maximum. En terwijl, federaal zitten we nu met een relatief kleine coalitie, maar dat zijn vijf partijen al, hè. De vorige had er zeven. Dus dan, dan krijg je, een, zeker als die ideologisch wat tegenover elkaar staan, hè, socialisten versus N-VA en die Vlaamse ja. regering, krijg je consensus-teksten. En alles wat Matthias Diependalen als minister-president nu gaat zeggen, moet allemaal gedekt zijn door drie partijen. Ja, hè? Ja. Dus dat, dan wordt het heel moeilijk om inderdaad. Ja, dan, dan, en nog eens, dan het gaat je krijgen, terug naar en... het Belgische systeem van. Ja, we regelen het onder elkaar en je zit toch wel meer al met een consensusmodel dat al een paar keer is doorgespoeld. En is, voordat je radicale maatregelen neemt, zijn ze al door drie uh, vakbonden en werkgevers bekeken. Door, allez, dat, is het, dat is het typische Belgische consensus. En daar zie je dat dat wel op zijn limieten botst. Hè? We zitten nu met een begrotingsoefening die gigantisch moeilijk is. En dus Arizona, als het er komt... Ik vrees ervoor. Maar je zal federaal moeten harde maatregelen nemen. Ja, maar ja. dat is niet per se visie. Dat is weer die managerial die eigenlijk... Nou, verleert, dat weet ik niet. Oh. Hè? Dat gaat wel over, over hoe zetten we onze begroting op orde in de okay. komende jaren. Dat lijkt mij wel de visie van... Allee, hoe hoe ja. betalen we onze vergrijzing? Dat is de grootste uitdaging eigenlijk, financieel. Gaat, maar we gaan niks... Dramatisch ondernemen. Je ziet toch soms landen die echt in crisis verkeren en die eigenlijk echt al heel hun beleid kunnen omslaan. Um, gaat, er dan, nu, gaat er nu op industrie dramatische stappen genomen worden? Er gaan maximum in welke richting ook. Ja, volgens meer of, volgens, nee, volgens gaan er, mij gelooft Wouter, er. Incrementieel. In, uh, omdat, omdat je de uitspraak ook had gedaan gisteren bij Gert, niet Ingeert, um, dat, je, dat, je, dat dat je de kans groot echt dat, dat België binnen 100 jaar misschien niet meer bestaat. Dat was het toch, hè? Ja, omdat. omdat Deels door, om, door het feit dat we die begroting. Ja, omdat je, wat je zegt he, dat er, dat er inderdaad een inertie is. En dat je, dat je niet meer tot een, een beleidsmatig proces komt dat nog efficiënt is. of dat die burger eigenlijk tevreden houdt. Ja. Maar er is een bredere context voor heel het Westen eigenlijk. Dat is dat we ten opzichte van de rest van de wereld relatief achteruit gaan. Mm -hmm. Dat eigenlijk we zijn de ja. eerste, eerste generatie ten opzichte van onze ouders. waar de vraag gaat het beter doen? Al niet meer gegeven is. Maar de generatie van onze kinderen is bijna een zekerheid dat zij het financieel minder goed zullen hebben dan ons. Kunnen. Daarom we visie nodig hebben. Dat is ja. mijn bedoel. Wij maar, zouden we wel eens een klein. Ik pleit niet maar, voor autocratie, maar een Singapore mogen doen, misschien op een bepaald niveau. Ja, maar, we toch wel eens iets, de vraag is of we dat zelf zouden kunnen, want je zit in, nee. de, in het systeem van de Europese Unie, je zit in een netwerk. En, en, en dus, ja. Maar die uitdaging is er wel op Europees vlak. En daar um, is het ongelooflijk tragisch om te zien hoe leidzaam dat allemaal is. Ja. Wil, als we straks met een Trump als president zitten, dan moeten wij in Oekraïne zelf een antwoord gaan formuleren op Russische agressie. Hoe gaan we dat doen? Ja. Allee, de hele klimaatkwestie is niet weg, maar de vraag blijft daar ook. Hoe pakt u iedereen mee in uw bevolking? Hoe, als je dat op wereldschaal bekijkt, zijn Europeanen ongelooflijk naïef eigenlijk zelfs. Dat zij denken dat ze met allerlei maatregelen dat klimaatprobleem gaan kunnen oplossen, terwijl we in de rest van de wereld nog enorm veel CO2 uitstoten. Ja, ja. Dus... Ja, Genen van op op de vijftien. Ja, dus we, Allee, we gingen niet te pessimistisch de Nee, nee. Weleken, ja, maar, maar eigenlijk, <laughs> het probleem ja, maar als is... Als je over politiek bezig bent, is het gewoon nee. moeilijk om, om optimistisch te zijn. Uh, nee, 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 het gaat wel. Misschien uh, twee, twee vragen nog die ik nee, heb. Uh, we zijn ook een klein beetje richting einde aan het gaan. Eén ja, ja. um, korte vraag. Maar uh, hoe komt eigenlijk... Allee, ja, precies dat je dat zou weten. Maar, uh, maar misschien u zelf dan ook. Um, dat we eigenlijk zo weinig geïnteresseerd zijn in de Europese Unie. Want eigenlijk vandaag, het gros van de echte wetten die gemaakt worden, die wij eigenlijk moeten uitvoeren, worden daar uh, eigenlijk gemaakt. Ik heb daar dat wel een antwoord op. De, uh, dat zijn de echte relevante verkiezingen. Oh. Daar laten we wel 16-jarigen ja. toe, Waar eigenlijk alles gebeurt. En wij zijn bezig over gemeentes, over regio's of gewesten, laat staan dan België. Ja, we maar zijn eigenlijk al een De Politiek en ook media werken via um, gemeenschap waarachter je deel van voelt. Pure hmm. relatability. Ja, maar nee, ook letterlijk media in Europa zijn nationaal georganiseerd. Of zelfs in Vlaanderen regionaal georganiseerd. Hmm. Ja. We hebben een openbare omroep die zich focust op de Vlaming. En ja. de kranten zijn Vlaams en je hebt aan de andere kant van de taalgrens eigenlijk... Heel andere media gebeuren, een ander gevoel van wie zijn de BV's. Allee, ze hebben geen BV's en zo. Hè. Dat is... ja, maar de Europese Unie delen we toch? Als er iets goed of Nee, maar datzelfde fenomeen, dat fenomeen in België, waarbij dat je eigenlijk ziet dat drijft voor een deel uit elkaar. En je hebt toch wel een aantal dingen die gemeenschappelijk zijn, maar die zijn niet zo heel groot. Je ziet je in Europa in mijn ogen ook, omdat we geen gemeenschappelijke uh, Europese media hebben. We hebben wel zo één keer per jaar dat fenomeen van Eurovision, waar dat je dan zo wat een soort nationalisme of zoiets zou kunnen voelen, maar er bestaat geen Europees gevoel. Nee, ja. en, en dat is volgens mij een noodzakelijke. Als je dat een volwaardige Europese democratie wilt krijgen, zult je toch ook een soort ontwikkeling van, van een Europees nationalisme, een Europese media moeten nee, krijgen. Ja. En, en, en dat is een keuze, dat is een politieke keuze. Dat creëert je zo. Ik de zou vraag is of dat je dat wilt is, en, hoor. Ja, inderdaad. De eerste wel, vraag is: wilt je het stellen? Ja, want dan moet wilt... je het gaan opleggen. Ja. Uh, uh, ik zou wel zeggen dat heel veel mensen zich Europeaan voelen. Ik zou stellen dat mensen meer uh, problemen zien met Geografisch de Europe... enig, ah, Wel, maar met de ja. Europese ja. Unie. En die twee probeer... zien we altijd als één. De meesten mm. zien die als één. En ik denk dat zelfs de meest journalistieke bericht... berichtgeving die weinig uit elkaar haalt. Maar er zijn wel twee verschillen. En ik denk, wel, Europa. Een van de discussies de die ze daar ook gevoerd hebben, is van moeten we niet om dat op te lossen? Een Europese president hebben die rechtstreeks verkozen wordt. En dan zou je een heel ander idee krijgen. Ja, hè? Want dan heb je een race die ja, echt. Uw en daar hebben ja. ze expliciet tegengehouden waarom? Omdat de grote ja, landen, Frankrijk en, dan en Duitsland. Het om ja. het nee, nee, maar het gaat over macht. Hè. Het gaat ja. over ja. dat... Nu komen we terug bij de personen die uiteindelijk. Brussel, uh, sorry dat Berlijn en Parijs gezegd mm. hebben mm -mm. een Europese president die rechtstreeks verkozen wordt, mm. ja, die, staat, die zet ons in de schaduw. Mm. En dus toen Angela Merkel en, de, en Sarkozy was dat nog, hebben dat tegengehouden. Ja, en, en zit je dus in een soort systeem van de partijen met de grootste fractie in het Europees Parlement, ja, ja, ja. die gaat dan, en, en zo gaat Ursula von der Leyen dan eigenlijk opnieuw commissievoorzitter worden. Wat hm. is al een verbetering met vroeger, hè, want er is al een soort meer democratisch spel. Ja. Maar ja, we ja moeten... ik, ik vrees dat dat enkel zal gebeuren als je naar een soort crisis gaat en een gemeenschappelijke uitdaging. Allee, als wij straks echt moeten in een, in een soort conflict geraken met Rusland... Hm. Uh, dan worden we gedwongen om, om als één op te treden. Ja, ik vind met in, 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 in Korea inderdaad. Ja, we, dat is wel een... Dat is dat, wel... Iedereen wuift dat weg, ja, maar we zitten ja, in een, in een wel, soort participatie af. van een derde land die daarbij komt. Dat is ik een escalatie weer. Ja, dat is, dat is ja. allemaal ja. absoluut niet om positief over ik te worden. Ja. Ja. Ik vind dat schandelijk. Ja, ik ga het zelfs afronden. Ik vind dat schandelijk dat zelfs onze media zelfs tijdens Europese verkiezingen er zeer slecht in slaagt om te vertalen welke partijen, welke Vlaamse of federale partijen eigenlijk zich aansluiten bij welke fractie in het Europees ik ben er zeker van dat de meeste mensen dat niet weten. Waaronder ik zelf. Ik maar dat, is ook, ik, ja, dat, nee? Nee, dat is, is ook omdat we dat, omdat we dat op voorhand niet weten. Omdat er, dat is een koehandel voor een deel. Okay, en dat maakt het eigenlijk al kwetsbaar. Nogmaals, want... welke mm. fracties zijn er? Op die manier de meeste mensen dat niet weten. Dat is echt een groot falen, vind maar ik. Maar dat van is wel, nu wel iets, als ik, allez, als ik dan toch een klein beetje ja? reclame mag Doe. maken. Maar dat, dat is een van de dingen over Europa waar ik heel uitgebreid over geschreven heb. Omdat ja. ik dat wel boeiend vind. Ja. En die achter de oh. schermen, wie gaat er met wie onderhandelen en waarom eindigen die mm. met die fracties? Dat is natuurlijk heel relevant. Ja. Aba, ja, maar ja, dus ik vind dat we daar nog slecht in zijn. Ja. Um, misschien, ja, laatste vraag, maar ik kijk ook naar is het een volledig andere, want dan ga ik een keer. Uh, ja, ja ja, het ja, is ja, een andere. Ja. Ja, misschien nog even zo'n mijn boek uit te lichten, we ook... hebben ook een boek geschreven bij de we. proficient, proficient. Ja, ja. Het staat daar, het staat daar. nee, omdat je zei van, eh, ik schrijf ook wel uh, vaak over die juicy details, om dan misschien eh, een, 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 een trigger te uh -huh. geven voor mensen dat nog niet hebben gekocht of zeg eens iets. is the most juicy detail of the book? nee, the second oh. most. Want anders gaan ze het niet meer kopen. Maar er zit een gesprek in tussen van Grieken die op het paleis ontvangen wordt. Ja, ah, dat om... gisteren al gezegd de tafel ja. met Gert, iets ja. unieker. En dat, ja. Ja. ja, sorry. Ja, sorry. Ja, sorry. Uh, we, we want maar, scoop Dat is niet per se het meest juicy, maar voor mij ja. vind ik dat interessant. Maar maar dat het einde, heb gewoon. ik het einde van het boek bij Gert verteld? Dat ja, weet ik. Niet. Denk het nee. niet. Ja. Het eindigt met um, Alexander Croo, die in de zomer Bart Wever opbelt en Georges-Louis Boucher. En eigenlijk halfsmeekend zegt van, allez, benoem mij in de Europese Commissie, want ik ben eigenlijk toch de ah, meest ja, geknipte kandidaat. Ja. Wat dat zo, Nee, maar pijnlijk wel. Ja. Ik vond dat niet voorspelbaar. Dat, ik, ik had niet gedacht dat hij dat ging doen. En Bart Wever was er zelfs nog niet eens helemaal tegen. Dus ja, Major Soubché heeft eens goed gelachen. Ja. Want het voorstel was, hou je vast, ja, als ik dan naar de Europese Commissie ga, dan valt natuurlijk het premierschap open. Ja. En ik kan er wel voor zorgen dat het dan naar MR komt. Dus als jij in de regering komt... Kunt jij dan nou misschien ja. in de 16 geraken? Ja ja, 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 dat vond ik. Maar ik zie dat jullie niet onder de indruk zijn. Nee, ja, dat, is dat is ergens. Plus, minus, uh, on point, ja. met verwachtingen, eigenlijk. Oh, ja. we, hebben ook, ook, ja. we hebben hem zelf ja. ook. We hebben hem zelf ook podcast gehad hè, toen het hem uh, premier en ik, was. Ik zie er ook niet van dat De Wever inderdaad nog meegaan zou zijn, want dat zegt wel iemand dat zegt: van, oké, okay, als, als ik hier een. een een toegift kan creëren in de toekomst van nu, dan zal ik ja, een favoriet geven. Ja, favor, inderdaad. Was... Um, okay, heb je al een keertje sorry. gezien? Nee. Nee, nee, nee. Ja, sorry, zwaar te ja, gesteld. We zijn niet nee. overtuigd. om het... nee, nee. ja, ja. Ditje. Dus, uh... uh, nee, maar nee, maar inderdaad. Wat, wat ik misschien nog wel wil weten is zo uh, een soort van um, ja, machtspositie misschien ook met uh, um, omdat dat toch vaak uh, in de ja, blijkt voor te komen met zeg maar het middenveld. Ja, want daar wordt ook echt zeer veel gelobbyd. Okay, is dit de laatste uh, vraag? Want ja, ja dat is de laatste de... vraag. Uh, we <laughs> hebben zelf al heel ja, veel... Het alle... is wel echt een, een opener van een nieuwe... Dus ja, je snijdt van ah. alles dus aan, geen, maar... Maar bon, we, we zijn eigenlijk. nog steeds binnen timing, dus... Yeah, ja, dat ja, dat Ga gerust verder. Nee, maar we zullen het in de vijf minuten afronden oprecht. Maar dat is ook goed dat we dat doen. Dan hadden we maar moeten luisteren en dan is je dat dit ging gebeuren. Dan concreet stel. Maar dus inderdaad, met middenveldorganisaties, waar moet ik het zeggen? Als we die uitnodigen, zijn altijd heel goede mensen, zullen wel een oprecht doel verdedigen. En zijn over het algemeen echt wel klasse mensen qua bedrijfsleven, om het zo te zeggen. Maar dat zijn allemaal pseudo-lobbyers of pseudo-politiekers. Hoe vaak zie je toch echt wel, en je hebt de logische lobbying, om het zo te zeggen, waarin de rechten verdedigd worden, maar het daar toch echt? ook Een soort van favorspel in zit. Is speelt dat. Maar je ja, maar kunt niet op alles zeggen dat ook echt zo. Is dat allemaal zo echt dan? Ik vind dat wel. Ja, ja toch te veel? Ja, Alleen, ja, ik probeer ja, ja. te vragen: van, is het te veel? Hè? Ik ben oké okay met mijn gezondheid en ja, redelijkheid. Maar... Ik had het daarnet al over die postsubsidies. het ja. ging over een dossier van 220 miljoen per jaar, waar eigenlijk heel weinig rond te doen was. Maar een van de redenen waarom dat, dat niet kon afgeschaft worden, was dat een deel van de vakbladen van de vakbond, mm. maar ook visie van bijvoorbeeld uh, de ACV, um, Kerk en Leven, een van die anderen, dat die ook via een goedkoop reductietarief werden bedeeld. Mm. En dat dus daar uiteraard lobbying in zat van zowel de christelijke zuil als de socialistische zuil, om te zeggen van, guys, dat is ook een deel voor ons potje. Dus. Ja. En, en, en dat... Als je spreekt over het, het uh, gebrek aan innovatie en gebrek aan ideeën bij ons, is ook wel omdat heel veel van die organisaties in stand gehouden worden door de, de status quo die er vandaag is. Ja. En dat is iets, ook een oud zeer, daar had uh, Givros dat in de jaren negentig al met zijn burgermanifest een heel gedoe over, maar eigenlijk is dat nog altijd niet veranderd. Ja. En dat, pas op, heeft zijn voordelen ook. Hè, dat is heel het, het polder- of Rijnlandmodel, waar dat we zeggen, we zoeken consensus en die zit ingebed in structuren. Maar het maakt soms dat we een heel conservatief land zijn ook. Ja. En is het ja. ook niet zo dat iedereen voor, allee, om dan ook samen te vatten, maar op iets waar, waar, ik ook precies half concludeerde dan, maar dat eigenlijk iedereen voor kerntaken pleit tot een met aan hun potje komen? Maar dat is ook zo oud als de straat. Maar waarom? Dus, nee. maar ja, omdat het, dat ja, het, over ja, zelfbehoud gaat, vaak. Dat is gewoon heel moeilijk om te maar, zeggen. Maar ben het er seks over Nee, gelukkig ja. ook echt wel zeggen en ook wel om. dat mensen met een goede intentie starten. Dus waarom start nooit eens iemand met een goede intentie om bijvoorbeeld dingen te reduceren? Ay, dat gebeurt ook hè? en dat zullen we nu meer en meer gaan zien. Dat maar omdat om harde boodschappen in politiek brengen, wordt vaak niet beloond. Hè? Om mensen te zeggen: ik pak u een job af, ik pak een deel van uw pensioen af, mm. ik pak uw werkloosheidskering af. Alleen nog eens, wat die nieuwe federale regering voorstelt, is geen cadeau. Hè? Mm. Mm. Dat is, uh, en dat is gewoon een van de moeilijkste dingen in politiek om te gaan vertellen: je zult het met minder moeten doen. Yeah. Wetende dat, dat een we best, in, in, een, in, een, in een heel globale context zitten, die al eigenlijk onze welvaart bedreigt. Mm. Dat, is, dat is gewoon, ja, het is een tough it's job. Genoeg, nee, ja. Het is niet sexy, genoeg. Nee, het yeah. is niet sexy. Oké, okay. ja, Sava. Sava, ik kan er niet meer leven, mee uh, maar ja, het zal zo zijn. Um, nee, en kom, dan... We gaan afsluiten. Okay. Wouter, dankjewel ja. voor uw tijd. Ja, ja, het was ja, heel, het doel, was, heel uh, tof, was ja. Veel succes uh, met je boek, uw journalistiek en alles. Jullie ook. Doen. Ik ben benieuwd naar de eerste nieuwsbrief Tot de volgende. Joke, ja. ciao.